Hallo iedereen, deze week gaan we starten met het allerlaatste onderdeel van Access voordat we overgaan naar de herhaling. En het allerlaatste onderdeel van Access, dat zijn de rapporten. Aan het begin van het semester hebben we ook al even overlopen wat dat zijn, voor de mensen die het niet meer weten. Een rapport is eigenlijk gewoon een overzichtelijke weergave van de gegevens die in een tabel of in een query zitten. En die zijn zo overzichtelijk dat je die ook heel vaak gaat afdrukken eigenlijk. Dus het is vooral bedoeld om gegevens uit Access overzichtelijk te gaan afdrukken. We gaan vandaag starten met een relatief simpele oefening en daarvoor ga je naar Smart School, naar je documenten in hoofdstuk 7 en je opent deze oefening H7 Go Mundo. Ziezo. Je gaat zien dat er al een heel aantal tabellen in staan. We gaan ze niet allemaal gebruiken deze keer. Maar we gaan alleen de tabel hoofdmonitoren gebruiken. Je ziet daarin staan dat er de personen hun namen en hun adres in staat en hun geboortedatum. Wat gaan wij nu maken? Wij gaan adresetiketten gaan maken, zodat we al deze mensen een brief zouden kunnen sturen en dat we niet op elke envelop het adres gaan moeten schrijven, maar dat we gewoon die etiketjes heel snel en gemakkelijk gaan kunnen afdrukken. Hoe ga je dat doen? Ja, je opent eerst en vooral de tabel en je klikt bovenaan op maken. Wanneer je in het lint ongeveer aan de rechterkant gaat kijken, zie je staan etiketten. De andere zaken die zijn voor de volgende weken, dus nu alleen etiketten. Je klikt daarop. En het eerste wat je dan gaat moeten doen, en wat we eigenlijk nu niet gaan kunnen doen, is gaan aanduiden wat voor soort etiketten we nu eigenlijk willen gaan gebruiken. Dat hangt een klein beetje af van welke soort etiketten je hebt gekocht. En je kan hier normaal altijd kiezen op fabrikant. Dus als jij echt later etiketten wilt gaan afdrukken, kan je hier gaan zoeken van welke fabrikant jouw etiketten zijn en dan hier gaan aanduiden welke soort etiketten. Nu gaan we het gewoon even zo laten, dus bij mij is dat die C2166 van de fabrikant Avery. En we gaan gewoon klikken op volgende. Daarna kan je al een klein beetje de layout gaan aanpassen. Je kan het lettertype gaan kiezen, de tekengrootte, die ga ik iets groter zetten. Op 10. En dan mag je eventueel van mij een ander kleurtje gaan kiezen als je dat graag zou hebben. Wil je dat graag in het donkerblauw? Dat mag dat van mij. Cursief, ja, je mag hier een beetje gaan aanduiden wat je wilt. Zorg gewoon dat het wat overzichtelijk blijft. En dan klik je op volgende. Nu gaan ze vragen welke onderdelen er allemaal in het etiket moeten zitten. Dus ja, eerst en vooral als je een brief stuurt naar iemand, de naam en de voornaam zijn wel belangrijk. Maar hoe gaan we er nu voor zorgen dat de naam en de voornaam naast elkaar komen te staan? Wel heel makkelijk, je klikt eerst op naam en je voegt dat in. Je zet zelf een spatie en dan pas ga je de voornaam erin zetten. Dan staan die met een spatie gescheiden van elkaar. Het adres zetten we daaronder, dus je drukt op enter en je zet het adres daarin. Je drukt opnieuw op enter en je zet de postcode erin. Je drukt op een spatie voor de gemeente en zo zou het ook normaal gezien op een brief komen te staan. De geboortedatum met, of dat de persoon al dan niet een diploma heeft, is eigenlijk hier helemaal niet nodig. We klikken op volgende. En daarna kan je de etiketten ook gaan sorteren. Dus dat wanneer je alle etiketten ziet, dat er een bepaalde volgorde in zit en we gaan die sorteren op naam. Daarna ga je nog de correcte naam moeten geven aan jouw formulier en dat start met FRM in kleine letters. En daarna komt een hoofdletter, hoofdmonitoren. Dit mag je gewoon zo nog even laten staan, want het ontwerp gaan we vandaag nog niet wijzigen en je klikt op voltooien. Wanneer je dat hebt gedaan, gaan we heel even wachten tot wanneer Access onze etiketjes gemaakt heeft. En wanneer Access klaar is, zou het er ongeveer zo moeten uitzien. Dat ziet er misschien heel bizar uit, maar het klopt zeker en vast wel, want wanneer je etiketten gaat afdrukken, dan zijn er meestal twee etiketten naast elkaar en kan je dit er gewoon heel mooi gaan afhalen en op je envelop gaan kleven. Zo zou het er dus moeten uitzien. Wanneer je klaar bent, dan weet je dat je gaat dat correct opslaan met de correcte naam, voornaam, achternaam, H7 Go Mundo. En dan ga je het gewoon indienen. Ik wens jullie allemaal heel veel succes.